Ik sta hier in het Beeklustpark en ik sta bij de voorzitter van Groei en Bloei. Kan jij er iets meer over vertellen? Ja, ja. Wij houden hier iedere 5 jaar houden wij hier al een lentefair in Beeklustpark. De eerste keer op zaterdag voor Moederdag. En ik moet zeggen, het bevalt heel goed. We hebben ontzettend veel mensen al getroffen. Maar ja, we hebben het ook met weer getroffen natuurlijk. We hebben hier 27 kramen staan. En we proberen kramen die iets met groen te maken hebben te verzamelen. En onze eigen vereniging, waar wel 30 vrijwilligers nu hun best doen voor deze lentefair, die staat hier zelf met 5 kramen. En zoals je ziet, daarin staat de bloemschikkraam. Maar voordat die gevuld kan worden, zijn de dames al 2 hele dagen bezig geweest. En zo proberen wij een leuke groene sfeer te scheppen hier. Ja, want ik zie niet alleen bloemen. Er zijn ook nog andere kramen. Kan u daar ook iets over vertellen? Ja, we proberen zoveel mogelijk bijvoorbeeld kunst voor in de tuin. En keramiek voor in de tuin. En er zijn mensen die eigen soepen verkopen en zo. Als het maar een relatie heeft met groen. Nou, geweldig. Prachtig mooi weer en enorm veel leuke dingen om te bekijken en om te proeven. Ik vind het fantastisch. Ja. En om te luisteren? En om te luisteren, ja. Is dit een bekende zangeres, weet jij dat? Ik heb begrepen dat zij de Voice of Almelo heeft gewonnen en Julia Bell heet. En jullie genieten hier lekker van de hapjes en de koffie en de drankjes. Wij sluiten ons daar helemaal bij aan. Jullie zijn hier vanmiddag ook in het Beeklustpark. Ik heb begrepen dat jullie ook graag gesminkt willen worden. Klopt dat? Nou, ik had mijn nagels gedaan. Jij hebt jouw nagels gedaan. Laat ze eens even zien. Oh, maar die zijn mooi. Die zijn heel mooi. En jij gaat niet laten sminken? Nee. Nee, dat hoeft niet. En jij dan? Ga je ook nog laten sminken? En ik heb op mijn arm. Jij hebt op jouw arm. Kijk eens, een mooie zonnebloem op jouw arm. Geweldig.